Wat? Ja, de nul houden en winnen en dan is je record houden. Dan krijg je een bepaalde dynamiek, een negatieve dynamiek, ook naar Priske zelf toe. Ja, en dat probeerde hij nu natuurlijk allemaal in één klap van tafel te schrijven. Wel goede aanvoerder. Ja, Valentijn, daar zijn we weer met een nieuwe kick-off, alhoewel Ajax natuurlijk nog steeds niet gaat spelen. Nee. Denk je dat het nog gaat gebeuren dit jaar? Nou, mag ik hopen van wel, want er zullen toch ook wel een paar niet-relevante wedstrijden van Ajax zijn. Al denken Ajax-fans daar natuurlijk heel anders over. Ja, zullen we er zo op doorgaan, want ik wil even één ander dingetje bespreken. Ik hou hem aan de juiste volgorde natuurlijk. Okay. Suzanne Lendering, financieel directeur. Ja, heel relevant. Ze stopt ermee per maart volgend jaar. Ze heeft erbij geschreven in haar afscheid dat een belangrijke taak was het verder professionaliseren van de organisatie. Nou, zijn enorme stappen gezet in de strategische planning, de professionalisering van onze processen, de verdere digitalisering en de beoogde cultuurverandering. Het fundament is verstevigd en daarmee toekomstbestendig. Wat? Ja. Nee, maar dit gaat helemaal nergens over. Een financieel directeur moet gewoon een zwarte cijfer schrijven of moet gewoon goed financieel beleid voeren. En er is dramatisch financieel beleid gevoerd bij Ajax. Ze hadden een geweldige periode gehad. Er werden spelers voor 100 miljoen verkocht, er werden spelers voor 75 miljoen. Het zag er allemaal verschrikkelijk florissant uit. Ja, en dan komen er een aantal mensen die komen aan het bewind. Die geven veel te veel geld uit. Zoveel geld. En daar is zij mede verantwoordelijk voor. Ja. Zij moeten zeggen, nee, het wordt niet uitgegeven. Maar het werd wel allemaal uitgegeven. Enorme salarissen, enorme contracten voor meerjaren contracten. En dan kom je op een gegeven moment zover in de financiële problemen dat je gewoon een lening moet afsluiten, afgelopen voorjaar. Voor liquide middelen. Voor liquide middelen, van bijna 40 miljoen euro. Ja, en dan heb je iets gewoon heel verkeerd gedaan. En dit ontslag speelde al veel langer op de achtergrond. Alleen, ja, de mensen wilden er eigenlijk niet aan. En nu is dan, is haar een weg door de voordeur gegeven. De kans om zichzelf te houden. Ja, zichzelf te houden. Met daarmee dus een mooie afscheidsbrief. Ja, nou, die heb jij net al voorgelezen. Ja. Ik denk dat er heel veel werkgevers allemaal in de rij staan om Suzanne Lendering een nieuwe job te geven. En je hebt Ajax op je cv staan, dus wat let je? Alleen, ja, ze moeten niet naar de cijfers gaan kijken. En Ajax gaat waarschijnlijk nu over 2 of 3 weken komen de jaarcijfers. Ja, en dat zal toch wel een dikke rode streep ondergezet worden. Zullen we dan naar die stakingen gaan? Ja, laten we naar de stakingen. Want nou is er iets opmerkelijks aan de hand. Hè? Ajax gaat dus weer niet door tegen Utrecht na de klassieker die niet doorging. Jij schreef in jouw column over projectleider stakingen Maarten Brink. Ja. Want die schijnt PSV-fan te zijn. Ja, die is nogal PSV-fan. Ja. En ik kreeg een hele rits met appjes doorgestuurd. En wat hij allemaal op X heeft gepost. En Maarten Brink was heel blij dat PSV bovenaan stond en Ajax onderaan. En dat wreef hij er even in. En hij zei wel van, u moet niet denken dat ik dat niet kan scheiden. Hè. Dat riep hij ook nog ergens, van dat ik PSV-supporter ben. Ja, maar het is wel heel toevallig dat iedere keer Ajax aan de beurt is. En dan roept hij relevante wedstrijden. Ja, en dat is natuurlijk heel makkelijk roepen. Want PSV speelt helemaal geen relevante wedstrijden. In ieder geval niet op veiligheidsgebied. Nee. Ze spelen nu tegen NEC, ze spelen tegen Fortuna Sittard, misschien dadelijk tegen Willem II, tegen Sparta. Staak ik je organiseren bij een Champions League wedstrijd? Ja, maar in Eindhoven? Maar dat gaat niet gebeuren, want dan hoeft meneer Maarten natuurlijk nooit meer bij PSV zijn gezicht te laten zien. Nee, dat gaat ongetwijfeld niet gebeuren. En ik vind het wel heel slap. En de politie, ik begrijp dat ze actie willen voeren. Ja. Of het een goede zaak is voor het vroegpensioen of niet, dat laat ik in het midden. Maar het is dat het betaalde voetbal onevenredig zwaar wordt geraakt door deze acties. En dat is gewoon onterecht. Ja. En dan is er nog wel iets saillants aan de beurt. Namelijk de supportersclub van Ajax. Die zegt van nou, we gaan op zondag op het Leidseplein demonstreren tegen het feit dat we niet mogen spelen. En daar moet dan ook wel politie voor ingezet. Ja, officieel moet er natuurlijk wel goedkeuring worden gegeven door de gemeente Amsterdam. Dat je mag demonstreren en waar je mag demonstreren. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het Extinction Rebellion. Dat gaat morgen de snelweg bezetten. Eigenlijk mag dat natuurlijk niet. En ik weet niet of die Ajax-supporters daar toestemming voor hebben gegeven. Maar als zij zich daar gaan verzamelen, ja, dan zal er ongetwijfeld politie aanwezig zijn om de openbare orde te handhaven. En daar is de politie voor. En als dat betekent dat het rond wedstrijden bij Ajax is, ja, dan moet je er ook zijn. Ja. Maar ja, als ze staken en de lokale driehoek, die wordt geadviseerd door de politie die staakt, ja, dan zegt de politie natuurlijk van ja, die wedstrijd moet niet gespeeld worden. Het kan onmogelijk dat de politiechef zegt, ja, we spelen toch. Ja. Terwijl zijn eigen agenten staken, dan is hij in feite de grote stakingsbreker. Exact.
Dus dat gaat niet gebeuren. Genoeg over die stakingen. Ja, ja. PSV. Het moet snel afgelopen zijn en er moet gewoon snel een deal gemaakt worden. Over dat vroeg pensioen, als het kabinet dat tenminste... Ja, maar die hebben ook nog wel wat andere dingen aan het hoofd. PSV moet tegen NEC. Ja. Groningen, nummer 4 van de Eredivisie, nog niet verloren. Moet tegen Feyenoord. Ja, en hij heeft Prieske gezegd, dat is mooi, over die Quinten Timber. Kijk, doordat Prieske Timber had gewisseld, kwam die fit bij het Nederlandse elftal. En is er nu een aanvoerder Timber die in volle glorie en kracht terugkeert bij Feyenoord. Ja, nou, dat heeft hij heel goed vertaald en dat heeft hij heel goed gebruikt nu. Maar bij Sparta Feyenoord hebben we natuurlijk wel wat anders gezien. En daar liep het natuurlijk helemaal niet. En Timber liep met een heel boos gezicht terecht van het veld af. En hij heeft helemaal niet gecommuniceerd met Timber vooraf, voor die wedstrijd. Hè. Hij had gewoon proactief tegen Timber moeten zeggen, joh, je komt uit een blessure, je hebt de voorbereiding maar half meegedraaid, je speelt tegen Sparta over een uur en dan haal ik je eraf. Ja. Eventueel maak je 75 minuten en dan tackle je al die ruis op de lijn, tackle je vooraf. En nu moest hij zich in allerlei bochten wringen om een verklaring te geven waarom hij Timber eraf heeft gehaald. Ja, en dan gaat iedereen, doet er zijn plasje over. Nou, dan krijg je een bepaalde dynamiek, een negatieve dynamiek, ook naar Prieske zelf toe. Ja, en dat probeerde hij nu natuurlijk allemaal in één klap van tafel te schrijven. Wel goede aanvoerder. Hij is een uitstekende aanvoerder, denk ik. Wel. Ja. Hij gaat in ieder geval altijd voorop, zowel in de strijd. En hij is niet bang om zijn gezicht te laten zien. Nee. Dat hebben we ook bij het Nederlands elftal gezien. Ja. Zou God het zo gewild hebben dat hij aanvoerder is van Feyenoord? Dat denk ik wel, want God wil heel veel. God heeft het zo gewild dat de paai is neergestreken in Corinthians. Ja. Corinthians, het mekka van het voetbal. Ik weet niet of je de presentatie hebt gezien. Ja, enorme schermen en toegejuicht. Ja, geweldig. Haarband. Maar ja, ik denk van ja, laat het eerst maar zien. En die jongen kan natuurlijk niks aan doen dat dat half Brazilië op zijn kop staat. Omdat er een topspeler uit Europa kiest voor de Braziliaanse competitie. Ja. De laatste was Seedorf die dat deed. Maar ja, ik weet niet of ze de laatste maanden hebben gevolgd of de laatste jaren van Depay. Hij is heel vaak ziek, zwak of misselijk. En heeft eigenlijk heel weinig neergezet. Dus ja, als hij de redder van die club moet zijn, dan denk ik dat die club reddeloos verloren is. Nou, ik dacht, want hij zei ook al van nou, binnenkort gaan jullie met me kennis maken op het veld. Ik ben wel benieuwd hoe hij het dan doet, want hij heeft inderdaad bij Atletico natuurlijk veel... Ja, en hij staat nu sinds de halve finale van het EK. Heeft hij een half uurtje meegedaan tegen Engeland, staat hij gewoon buitenspel. Ja. Hij heeft nog geen wedstrijd gespeeld, dus... Ja, dit duurt maanden natuurlijk. Zeker als je 30 bent. Het is wel een lekkere reportage om te maken, hè? Daarbij bij Corinthians. Ja, ja. Nou, ik weet iemand die heel graag die reportage... Nou, niet de reportage wil maken, maar die zeker op bezoek gaat. Ronald Koeman. Oh ja. Ja, daar wel naartoe. Maar niet naar Bergwijn, bij Saudi-Arabië. Ja, Saudi-Arabië, daar was hij al geweest met Wijnaldum. En even Premier League nog? Ja. Southampton. Ja, staat op mijn lijstje. Southampton, Man United. Ja. En Slot. Ah, kijk, is, het wordt een probleem natuurlijk voor Erik ten Hag. Oh, maar nu zien we Slot. Nee, kijk, dat wordt snel geschakeld. Heel goed. Maar het wordt een probleem voor ten Hag. Als hij natuurlijk bij de nummer 18 van de Premier League, als je daar verliest of punten verspeelt. Hij zit al in een moeilijke fase. Dus een overwinning is wel geëist eigenlijk. Ja. Gaat lukken vast met Zirkzee, toch? Ja, ik wil nog met mijn zoontje naar Manchester United Tottenham. Maar dat is geloof ik over anderhalve maand of zo. Dus dan moet hij wel nog even blijven zitten. Ronaldo had wel... Maar je gaat toch niet voor Ten Hag? Je gaat toch eerder voor Zirkzee naar Manchester United dan voor Ten Hag? Zo. Maar ja, Ronaldo kritisch hè, ook. Die zegt, je moet als coach uitstralen dat je de Champions League wil winnen. Dat je kampioen wil worden. Ja, maar prima. Maar toen hij er zat, leverde hij ook niet. Hè. Nee. Dan had hij zelf ook moeten leveren, waardoor Ten Hag had kunnen zeggen van... ja, natuurlijk, met deze Ronaldo gaan we voor de Champions League of voor Let op. Titel. Gaan we nu naar Arne? Slot, kijk. Ja, ja dat is goed, hè? Ja. Die heeft overigens een bijzonder rijtje, want hij heeft 3 wedstrijden gewonnen. Allemaal de nul gehouden. Zo. Ja, Mourinho heeft het ook ooit gedaan. Eriksen nog 1 wedstrijd, de nul houden en winnen en dan is hij recordhouder. Ja, geweldig. Aan de start van de competitie dan. Ja, maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om, waar sta je aan het einde van de competitie? Nou, precies. Dus ja, laten we dat maar even afwachten. Ja. Want het is hetzelfde met Gravenberg. Die hebben natuurlijk een geweldige start van de competitie. Ja. Maar Premier League, 38 wedstrijden, Champions League. Kijken of het allemaal... Gravenberg lijkt er wel echt doorheen te zijn nu, toch? Als je kijkt, we zijn 3 wedstrijden, of 5 wedstrijden gespeeld. Dus laten we even afwachten. Als jij je contract inlevert bij de Telegraaf of je gaat naar het AD, hoeveel krijg je dan nog betaald? Mbappé moet nog 55 miljoen euro krijgen van Paris Saint-Germain. Ja, maar dan, ik denk dat ik ook wel in de buurt kom.
Heb jij nog wel iets... Van de 55 miljoen. Ja? Ja, dat denk ik als wel, ja. Daar zou ik ook voor wel voor naar de rechter gaan, ja. Het gaat nog om bonussen, winstuitkeringen. Ja, ongelooflijk bedrag. Maar er is natuurlijk heel veel gebeurd tussen Mbappé en Paris Saint-Germain. En de eigenaren uit Qatar. En die proberen nu natuurlijk toch een oor aan te naaien financieel. En ik begrijp heel goed dat hij gewoon naar de rechter gaat. En ik hoop dat hij gelijk krijgt. En dat ze moeten bloeden. Ja, want die arme man die heeft al zo weinig. Maar daar gaat het niet om. Die gozer uit Qatar die heeft nog veel meer. Ja, zo is het ook. Dankjewel. Graag gedaan.